Henk brengt vandaag een ode aan onooglijk kruid. Wat groene blaadjes, een paar stengeltjes en giftige wortels. Meer is het niet, de weegbree. Een onkruid met een verhaal. Ja, nee, ik zie het al. Hier moet het ergens. Kijk, dit is weegbree. Ja. En daar heb je nog een plantje. Oh ja. Zie je dat? Ja. En eigenlijk, als ik het zo bekijk, staan ze hier overal. Ja. Hier heb je er eentje. Daar. Oh ja, je ziet ze eigenlijk over het hele pad. Ja. Weet u helemaal niks van weegbree? Nou, eigenlijk niet zoveel. Misschien een beetje. Maar je kan er misschien wat mee doen met die plantjes. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk één grote medicijnfabriek, ja, ja. Dat plantje. Eén dingetje, dat wisten wij vroeger als klein knaapje al. Als je weegbree, als je daar een blaadje van plukt en je kneust het blad, ja. En je wrijft het uit over je huid nadat je in de brandnetels bent gevallen of door een mug bent gestoken, dan houdt de jeuk op. Oh, dat is interessant. Nou, zoiets heb ik ook in Indonesië, meegemaakt. Dan kom je ergens langs en dan zei die gids van, ja, ik heb ook last van mijn muggen. Dan zegt hij, oh, wacht even. Liep hij naar een boom toe, pakt hij een schors en dat rook naar citroen. Hij zegt, smeer maar over je huid heen en dan heb je ook geen last van muggen. Ik zeg, nou, dat lijkt ongeveer hetzelfde als dit. Ongeveer. Dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Nou, ik ga zo'n plantje er eens even uithalen. Dank u wel. Nou, we zullen er zometeen nog even verder over praten. Maar dit is hem, de weegbree. En niet voor niets heet hij weegbree, want hij staat langs de weg, langs bermen, op vrijwel onvruchtbare plaatsen. Nou, bekijk hem maar eens. Dit is hem. Zeg Henk. Nou, ja, dit is hem, hè? Je hebt hem meegenomen, hè? Ja. Ja. Ja, wat dacht je? Ik vind dat hij er iets minder florissant bij staat dan die daar in de bergen. Dat klopt, hij was daar echt geworteld en ja. Hier doet hij het niet zo goed, maar ik heb hem wel wat water gegeven. Het gaat meer om het idee, hè, dat we hem bij ons hebben. Helder. Ja. Hoe herken je de weegbree, Henk? Ja, nou ja. Stel dat Julian in de natuurgebieden verdwaald raakt. Ja, ik vraag me af of Julian hem zou herkennen. Want gaan we zo beginnen? Volgens mij is alles boom. Heet alles boom. Groen, boom en struik waarschijnlijk. Ja. Wat is dit dan? Ja, het is zo'n beetje het meest onooglijke plantje wat je tegenkomt onderweg. En dat is natuurlijk het probleem. En meer is het niet. Nee. Nou, het beste kun je hem herkennen aan. Ja, het blad herken je eigenlijk altijd als je een beetje moeite doet. Maar die rare stengeltjes die er bovenuit komen, dat is ook wel typisch voor de weegbree op dit moment. En hij staat heel vaak bij brandnetels. Dat is wel handig eigenlijk. Ja, dat is handig. Ja. Dat is buitengewoon handig. Ja. Ja, ja. Ja. Wist jij dit, Julian? Nee, ja. Nu, waar ben jij opgegroeid? Ik ben in het prachtige Groningen opgegroeid. Stad Groningen. Ja, Stadskanaal. Ik ben Oeknoltrak. Dus ik ken wel hoe een kanaal er van binnen uitziet. Maar en niet natuurlijk de planten. Alhoewel ik heel lang de middagshow ook gedaan heb. Voordat corona, vorig jaar ook al. En eigenlijk het enige wat ik weet, dat gaat vooral over invasieve exoten. Nou, dat heb je weer van mij geleerd. Maar ik heb alles een beetje van Henk geleerd. Dus, ja, ik ga je nu vertellen hoe het zit. Want die weegbree, dat is een plantje. Als je dat in de tuin hebt, dan pak je de hark of je de schoffel en haal je hem eruit. Want het is onkruid. Tenminste, dat is het gevoel, hè. Eigenlijk een soort kleurloos groen, een paar harige steeltjes die voor bloem moeten doorgaan. Weinig attractieve aren die uit het blad naar boven schieten. Een giftige wortel. Ja, dat is het dus. En dus noemen wij dat onkruid. Ja. Maar er zal natuurlijk wel wat meer achter zo'n verhaal. Want dat is het eigenlijk niet. Het is een kruid. Achter die lelijke façade die je hier ziet, schuilt een soort mini medicijnfabriek, zou je kunnen zeggen. Het is schijnbedriegt. Schijnbedriegt echt. Dus voor alle duidelijkheid, Julian, weegbree is geen onkruid. Oké. Okay, de plant is een kruid en heet zo omdat hij langs wegen te vinden is. Maar heb je dit stukje dan ook gekocht? Ja, nou ja. Soms begrijp ik die jongen. Heb jij dat ook? Soms begrijp ik die jongen. Nee, maar kun je dat stukje ergens kopen? Laten we het zo zeggen. Of moet je dit echt uit de grond plukken? Nee, je mag deze van mij kopen. Ik heb hem uit de grond gehaald, maar jij mag hem van mij kopen. Is geen probleem. Na de uitzending zullen we even over de prijs gaan.
Die plant werd 12.000 jaar geleden al, dat kunnen we uit opgravingen ontdekken, werd als voedselbron al gebruikt. Dus dit is een oude plant. Dus wordt de prijs wel duurder van trouwens. Nou, dit exemplaar ziet er. Ja, nou ja, die komt wel weer op. Het is bovendien een geneeskrachtige kruid. Ik heb even wat opgezocht waar die allemaal voor gebruikt werd. Dan merk je dat hij werd gebruikt bij problemen aan de luchtwegen. Bij klachten als verkoudheid, bronchitis, weegbree werd gebruikt om ontstekingen tegen te gaan. Het werkt verzachtend. En ook zou het kruid een stimulans zijn voor de nieren om het overtollig vocht en afvalstoffen af te voeren. Nou, dat heb ik nooit ontdekt. Wel geprobeerd. Daarom zeg ik ook zou zo zijn. Dat is voor mij niet bewezen. Maar ik heb wel vroeger, als klein jongetje, ben ik ook ooit geweest. Heb ik hem wel gebruikt. Want als je in de brandnetels viel, of als er een mug aankwam, of als je door een wesp gestoken werd, dan was het eerste wat wij deden, althans, was even in het weiland kijken of langs de weg kijken van, is daar weegbree te vinden? Nou, dan haalde je een, dat is nog stevig ook, dan haalde je zo'n blaadje. Dan ging je dat eventjes kneuzen en dan wreef je dat over je arm. En dan was echt de jeuk weg. Zowel van brandnetels als van de mug. De wesp was een ander verhaal. Het was verzachtend tegen de wespensteek. Nou, dus in die zin is weegbree een geweldig plantje om in de gaten te houden en niet te gebruiken als, als onkruid. Dus om het zomaar even weg te schuiven. Ik zeg altijd, de schoonheid van een plant zit niet alleen aan de buitenkant. Nou, en dat is bij weegbree ook echt het geval. Ook een troost dat bij mensen soms ook zo is, hè? Ja, dat vind ik fijn. Kijk naar Julian. Ik heb mensen in mijn omgeving die waar je hetzelfde van zou kunnen zeggen. Precies. Ja, maar helpt deze plant dan ook tegen onze collega Koen? Want daar krijgen we natuurlijk ook soms jeuk van. Ik zou hem een keertje meenemen naar de natuur en mijn verhaal daar nog een keertje vertellen. Super. Wij noemden het vroeger medicijnblad. Ik kende de naam weegbree niet, maar we noemden het medicijnblad. Vermoedelijk uit aardzogen opgedoekt. Ja, dat neem ik aan. Ja. Ja. Die zal het ook gebruikt hebben. Ik vermoed het. Ja, moet bijna wel. Ja. Dankjewel, Henk. Ja, graag gedaan.